De maatregelen die het kabinet heeft genomen om verdere verspreiding van het coronavirus gecontroleerd te laten verlopen, kunnen op steun van Bouwend Nederland rekenen. Want bovenaan staat natuurlijk de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers. De situatie waarin we terecht zijn gekomen is uniek. Het stilleggen van grote delen van het openbare leven heeft uiteraard gevolgen voor onze branche. Veel van jullie worden geconfronteerd met vragen waar jullie niet eerder mee te maken hebben gehad. Bouwend Nederland werkt met man en macht om jullie met raad en daad te helpen. Zo hebben we een speciale pagina op onze website ingericht waar we jullie meest voorkomende vragen beantwoorden. En je kunt deze antwoorden vinden op bouwendnederland.nl/corona. En regelmatig delen we deze informatie ook via onze social media kanalen. En daarnaast sturen we jullie vanaf 17 maart dagelijks een korte nieuwsbrief met daarin de actuele stand van zaken. Hoewel de medewerkers van Bouwend Nederland vanuit huis werken, zijn ze gewoon bereikbaar om jullie vragen te beantwoorden. En meld ons ook als je project stil ligt. Hoe beter het beeld is dat we hebben van de actuele situatie, hoe beter we jullie belangen kunnen behartigen. De lobby van Bouwend Nederland die richt zich op het zoveel mogelijk verkleinen van de effecten van het coronavirus op onze sector. En dit doen we door de gevolgen van die crisis onder de aandacht te brengen bij bestuur, politiek op allerlei niveaus, zowel landelijk als in de regio. En daarnaast praten we ook met alle relevante opdrachtgevers. Wij voelen als vereniging de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan de continuïteit van onze mooie sector. En ik weet dat jullie de gevolgen van deze crisis kunt missen als kiespijn. Zeker na een periode die in het teken stond van stikstof en PFAS. Spreek ons aan via ons kantoor in Zoetermeer of in die regio en laat ons weten hoe we jullie kunnen helpen. Want wij staan klaar voor jullie.